Je leest al de hele week allerlei berichten erover. Je ziet het in elk journaal. Er is een wespenplaag. En dan denk je, wat lult hij in de ruimte? Zit hij dan ergens buiten, midden in de wespen? Nee. Gewoon in de studio van 3FM in Hilversum. Maar ik heb 4 wespen gevangen. En die ga ik dus loslaten. Gaat het eerste potje. Dit is een shampootje. Dan zitten er... Kijken wat er gebeurt. Oké, hij is open. Nu gaat het andere potje open. Hey Terminator. Hey, een hele goede middag. Hi. Jij bent degene die de wespen van mij heeft gevangen. En jij hebt dus ook ervaring met wespen. Wat kan je het best doen als ze bij je in de buurt zijn? Eigenlijk rustig blijven. Dat is het voornaamste. Want ze ruiken angst, hè? Krijg ik via de app binnen. Nou, dat zal wel meevallen, denk ik. Maar het is eerder, als je wat angstig wordt, ja, dan ga je toch een beetje transpireren. En dat in de zweet zit toch een luchtje waar ze wat geïrriteerd van raken. En dan dus eerder kunnen gaan steken. Ja, want jij bent ongedierte bestrijden, dus je hebt er veel verstand van. Dit zijn ook ongedierte. Ik krijg ook nog binnen dat rustig tegen ze praten helpt. Ja, dat doen wij ook gewoon. Van rustig tegen hem zeggen, ga eens eventjes weg. En dan vliegen ze over het algemeen gewoon weg. Ja, maar Terminator, zij verstaan toch niet onze taal? Nee, misschien is het meer de gemoedsrust die dan uitstraalt. Dat zij denken, ach, dat vormt geen gevaar, dus dan ga ik er weer vandoor. Er zijn een paar wespen in de studio, die heb ik losgelaten vanwege de wespenplaag. En kijkende wat ze dan gaan doen zo in de studio. Tot nu toe zijn ze relatief rustig. Ben je echt zo doodsbang voor wespen? Nee, ik ben niet doodsbang. Maar ik weet niet of ik allergisch ben bijvoorbeeld. Dus dat je terwijl je het nieuws leest gewoon in één keer gestoken wordt en uitvalt als het ware. Ja, dan kan ze ineens stil worden. Ik heb iets voor je. Vertel. Een imkerpak. Het is tijd voor de NOS op 3 met Amber Brandsen in een imkerpak. Ja, goedemiddag. Voor de Libische kust is een visserschip met honderden vluchtelingen omgeslagen. Maar ik ben er wel een beetje klaar mee na een uur lang zo angstig om me heen kijkend. En wat ik net als tip binnenkreeg via 3333, gewoon even een sigaretje opsteken.